Ja, ik ben blij hoe het er nu voor staat. Ik kom net vanochtend stage in Kenia. Daar heb ik gewoon hard getraind, veel getraind, doorgetraind. En dan is het altijd even afwachten hoe de benen vandaag zijn. Dat is niet meer dan een mooie test. Fantastisch evenement wat dat betreft. Fijn om dan een beetje weer even die wedstrijdspanning te hebben en de prikkels. Ik heb vele aanmoedigingen gekregen. Ik merk nu... Je bent populair hier, we kennen je allemaal. Ik merk nu dat ik loop hier natuurlijk al 15 jaar. En dat is leuk. De snelste Nederlandse vrouw hier in Den Haag, Jill, van harte gefeliciteerd. Was het een verrassing voor jezelf dat je hier als beste Nederlandse over de finish kwam? Verrassing, ja, ik weet niet. Ja, op zich wel. Van tevoren had ik het, niet echt een verrassing, want ik ging er wel voor om natuurlijk vandaag als eerste Nederlandse, maar het was niet mijn doel. Mijn doel was gewoon om de EK-limiet te lopen. En wie er dan voor me of achter me zouden zitten, kon me echt niet schelen. Ik wilde gewoon kwalificeren voor Parijs en dat is gelukt. En dat ik dan nu eerste Nederlandse word en vierde internationaal, dat is mooi meegenomen. Ik heb nog nooit zo snel gelopen, dus 5 jaar geleden had ik een PR. Maar ja, ik ben inmiddels al wat 50, dus... Moet je zien wat je op jouw leeftijd allemaal nog kan. In hoeverre put je nou uit de reserves die je met het wielrennen hebt opgebouwd? Nou, ik denk qua duurvermogen wel behoorlijk. Ik merk wel dat ik kan blijven geven, alleen je benen die willen niet echt. Als je bijvoorbeeld wind meekrijgt zo langs het strand, dan wil ik wel harder, maar het gaat niet. Nee. Dus dat zijn echte benen, dus die snelheid die moet ik trainen. Maar ja, ik ben zo stijf als een hark. Dus voor mij is dat heel lastig om die snelheid echt vast te houden. Dus ik loop liever wind tegen. Dat klinkt heel stom, maar dat is voor mij makkelijker. Ja.